Soep! Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Super Mario Maker 2, jongens. Oh, het is wel even geleden, maar ik heb het gezegd. Het nieuwe jaar is hier. Happy New Year, dames en heren. En we zijn er weer met Super Mario Maker 2. Ah, yes, eindelijk kan ik deze serie weer oppakken. Ik heb er zin in. Hopelijk hebben jullie er ook zin in. Welkom in januari 2020. Nieuw decennia. Super Mario Maker 2. En om dan ook gewoon meteen te gaan beginnen, heb ik hier een leveltje van Cat Guy. En die zegt, dit level is gebaseerd op de nieuwe update van Super Mario Maker 2. Dus geef hem een kans. En ik was ook echt op zoek naar leveltjes die gemaakt waren in de nieuwe Super Mario Maker stijl. Want ik wil heel graag leveltjes spelen met Link en met de Pokies en met de guys die spijkerballen gooien. De nieuwe update natuurlijk. Dat was de laatste video die ik had geüpload op mijn kanaal. De laatste Super Mario Maker video. Dus ik ben heel erg hyped voor al die nieuwe updates. Dus we gaan hem ook spelen. Dit is het level van Lloyd 2 of van Cat Guy. Poke Palace. This palace is filled with Pokies. Kill their king to bring back peace. 8 mensen hebben hem gehaald van de 100. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb wel weer zin om even Super Mario Maker te spelen, hoor. Het is wel weer eventjes geleden. Ik startte de game ook op en Link stuurde me meteen een WhatsAppje van... Yo, je bent aan het zoempen. En ik dacht, ja, Link, ik ben aan het zoempen. En ja, welkom back. En ik ben gelijk mijn leven kwijt. Oh, ik moet wel echt even een mokertje inkomen. Oh, we have some secrets here. Ik zie daar een deur. Ik weet niet zo goed wat ik met de deur moet doen. Ik zie hier ook een spijkerbal. Oh, de spijkerbal killen alle pokies. Alhoewel... Niet alle pokies. Is het zo erg dat ik me nu al gewoon daarop dood ga? Het is al zo lang geleden dat ik Zoom heb gespeeld dat ik nu gewoon dood ga door dit soort dingetjes. God damn it. Oké, laten we maar gewoon de spijkerbal makker volgen. Hoe hij een deur voor ons opent. Waarom spring ik niet? Vind ik het zo moeilijk? Vind ik het zo moeilijk om te springen? Ik ga gewoon dood. Ik moet echt weer inkomen, jongens. Ik merk het aan alles. Oké, kom maar spijkerballetje. Kom toe paampa. Goed zo. Dit keer niet eventjes een leventje verliezen. En we hebben hier de mini spijkerbal. En die gaat ook weer lekker voort. Hoppakee. Het is echt wonderbaarlijk dat ik zo lang niet gespeeld heb. Dat ik gewoon zo bout ben geworden in dit spel. Gaat die... Oh, die maakt het niet kapot. Oké, we need a big one. We need a big one. Kijken of we die ergens kunnen halen. We hebben hier wel een thompie. Ik had al zo'n gevoel dat hij op mijn hoofd zou springen. Oké, dat is een klein balletje. Oké. Maar hoe krijgen we dan de grote... Kijk, komt er alleen een muntje uit. Goddammit. Oké, ik wil eventjes kijken hoor. Ik wil de secret, jongens. We gaan voor de secret. Oh, ik weet al hoe we hem kunnen krijgen. We moeten gewoon nog een grote bal summonen. Komt u maar. Kijk, er komt nog een grote bal aan en die moeten we de hele stuk meenemen. Yo, dat is sick. Oké, come to me, big ball. We're going on an adventure. You and me against the world. Want ik wil hier namelijk eventjes een secretje pakken. En open the gate. En een secretje. Een 10 munt. Heel goed. Oh, dat was een leuke secret. Daarvoor moest ik helemaal terug naar het begin. I like that. Oké, we hebben in ieder geval de checkpoint. Uitkijken voor de twomp, uitkijken voor... Ja, maar nu wil ik wel de secret opnieuw, hè. Zien jullie de secret daar beneden? Ik ga hem gewoon opnieuw pakken, jongens. Ik weet niet of ik er doorheen kan, trouwens. Nee, dat gaat het niet worden. Oh, nee, ik kan de secret niet opnieuw pakken. Ah, anyways, ik heb hem gepakt. De video mensen hebben het gezien. En dat is het meest belangrijke. Oké, twompie. Oké, waarom spring ik er nou weer tegenaan? Are you kidding me? Een vuurwerkje ook nog? Jonge, jonge. En er komt alleen maar een muntje uit dat blok. Ik wil maar gewoon een... Powerumpie uit. Oh, bons. We hebben een bons. We hebben helemaal geen bons. Geen bonsfight vanavond, jongens. Nee hoor, er komt gewoon een spijkerbal op mijn hoofd. En dat is alles wat jullie krijgen. Heel goed. Auwe, het is echt verschrikkelijk. Ik kijk echt elke dag Super Mario Maker video's. Dat zal je echt verbazen. Ik vind de game steeds super leuker namelijk om zelf naar te kijken. En dan speel ik het voor het eerst sinds tijden weer. En dan ben ik zo ontiegelijk bouwd. Oh, het gaat steeds een stukje omhoog en naar beneden. Yo, dit is toch legit een cool level. What the fuck? Ik ben altijd een beetje sceptisch over kijkerlevels, omdat ik nooit zo goed weet waar jullie mee komen. Maar dit is zo cool. Dit is zo'n coole area. De loungers gingen gewoon op en neer. Oké, what do we got? We hebben een... Oké, nice. Dat was perfect. And there we go. Boss fight verslagen. Laten we dit hier nu niet het hoofd van de Galoompa missen. There we go. I wanted to kill the Galooms, man. Kunnen wij ze allemaal killen? Ik weet niet waarom ze hier allemaal zitten. Oh, misschien had ik die lounge moeten gebruiken om daar bovenop te komen. Misschien dat daar een soort van secret was. I don't know. But we going anyway. Oké, dit is een kleine bal, maar ik zie hier wel stenen. En ik moet ergens dus een grote rotsding vandaan halen. Oh, daar is die. Komt u maar. Oké, daarboven kunnen we ook heen. Ik zat daar wolkjes. Maar ik wil eventjes kijken wat hier achter deze stenen muur zit. Het is een cointy. Cointy pointy. We hebben weer een powerump. Hop! Ik wou zeggen een powerumpie, maar dat was het helemaal niet. Dat was gewoon een secret en toen sprong ik volledig in de bal. En we zijn weer hier! Oh, friet! Oké, nou laten we eens kijken of we nou dit keer wel... Oh,
Wat kunnen doen? Goed zo. Ik wilde eventjes checken of wij hier omhoog kunnen. Ah, oh, zie je, er is daar wel wat. Shy, er is daar wat. Ah, oh, ik wist het. Maar voor some reason herhaalde ik het niet. Waarschijnlijk had ik grote Mario moeten zijn. Maybe a next time. Oké, okay, kom maar met je grote bal, vriend. En let's... Oh, het killed it. Wat? Dat had ik niet verwacht. Nou, gaat hij waarschijnlijk weer kapot. Oh, oh, oh. Ik had een hele lastige scenario daardoor, jongens. Ik had eventjes de kleine bal gooien moeten killen. Heb ik niet gedaan. Waarom heb ik hier zoveel moeite mee? Zo moeilijk is het niet, dames en heren. Jongen, jongen, jongen. Incompalooza, dames en heren. Oké, eens even zien of wij dit nu wel voor elkaar krijgen. Misschien... Oh, dat lukt dus net niet. Oh, there we go. Hell yeah. We got him. Zitten hier alleen maar muntjes in? Oh, een fireflowertje. Oemf, dames en heren. Dat was het 100% waard. We moesten dus gewoon de bal gebruiken... Om, als hij op zijn hoofd zat, als de bal op zijn hoofd zat, hadden we moeten gebruiken om naar boven te gaan. Oh, hopelijk killen we die guy boven niet. Hij is gekild. Hij is pittig gekild. Tot zover onze secret. Nou ja, we hebben de secret al gehad. De video, mensen hebben het gezien. En dat is het belangrijkste. Let's go, jongens. We hebben een checkpointje. Ik wou zeggen niet dat we het nodig hebben, maar tot nu toe hebben we het eigenlijk best wel nodig gehad. Want we gingen al vaak dood. Hallo. We hebben hier een mooie heen en weer rollende bal. En die gaat waarschijnlijk voor eeuwig heen en weer rollen. Want blijkbaar is Super Mario Maker en ballen zijn frictieloos. Dan kunnen ze eeuwig blijven rollen. Heel nice. Oké, we hebben hier een mini... Bowser, ik wou serieus proberen om op zijn... are you kidding me? You can be like this. Ik wou proberen... Ah, fuck! Ik wou proberen mijn Fireflower te houden, dat wou ik zeggen. Zodat ik hem helemaal kapot kon schieten. Maar het is niet gelukt. Oké, okay, dat was wel vervelend. Want hij heeft namelijk zijn spikey op zijn hoofd. En dat maakt hem wel wat pittiger om te verslaan. Ja, en meteen al gelijk een levensje kwijt. Oké, okay, komt u maar op zijn hoofd, val op zijn hoofd. Heel goed. Oh, zijn spiny is nu weg. Blijft hij nu daarboven of... Wat is de deal? Volgens mij blijft hij daar beneden. Of daarboven. Hé, ik vind het goed hoor. Ik vind het goed. Ik blijf hier gewoon lekker staan, weet je. Dat is een makkelijk bosfightje zo, vind je niet? En dood. Hoppakee. Dat was veel makkelijker. God damn it. Is het einde? Oh. 1. 2. 3. Oh, oh. We got spikerballs. Oké. Okay, go kill him. Go kill them all. Go kill this one as well. Hij is dood. Oké. Okay, misschien kunnen wij de bal nog meenemen. I don't know about it. Laten we gewoon gaan. Laten we gewoon gaan. Er was misschien vast nog wel wat daarboven. But I'm too lazy to look at it. Oké. Okay, bye. We got all them coins. Ik heb het gevoel dat ik dat wel wil. Maar, oeh, misschien kan ik killen. Oeh, dat scheelde heel weinig. Was dat alles? Alleen wat coins daar. Oké, okay, shit, nice. Wat hebben we hier? Oh, dat is de finish. Oké, okay, nou, we gaan natuurlijk wel voor de 1-up. De 1-up en de munt. Hell yeah. En we gaan even overheen. Misschien hebben we hier nog een secret. We hebben hier absoluut geen secret. Maar we hebben een 1-up. Hell yeah, jongens. Het eerste leveltje van 2020 is gehaald. Met het thema natuurlijk van de nieuwe update van Super Mario Maker 2. Dit was nice. Het voelt alweer goed om terug te zijn in de Soemp de Mario Makers. Heel cool. Oké, okay, het volgende level is gepost door Roderick Cookie. Ik heb het gevoel dat ik zijn mapjes al eens eerder heb gespeeld. I don't know, maar die naam doet een beetje een belletje rinkelen of zo. Anyways, hij zei, Joost, wil je mijn mapje spelen? Het is mijn eerste map en Link... Oké, okay, dan heb ik zijn naam sowieso nooit eerder gehoord, want het is zijn eerste level. En Link moet Zelda redden van Ganondorf en het Rijk redden. Het idee is... Bleh. Nou... Dat klinkt wel leuk. Ik wil wel eventjes Ganon verslaan als Link. Dat klinkt goed. Link moet Ganon verslaan om prinses Zelda te redden. Ik zie ook het Jezus-logotje daar in de thumbnail. Very nice. Let's do this, jongens. Ik ben benieuwd. Versla Ganondorf. Oké. Okay. Van Roderick 3. Let's go, Roderick 3. Ik ben benieuwd. Geef ons die Link power-up. Dan gaan wij ready to rumblen. Huh. Oké, okay. Hier zit niks. Zit er ergens een hidden blonk? Is dit wat het is? Gaan we een hidden blonk vinden ergens hier? Want er is volgens mij nu al geen enkele manier om hier verder te gaan. Maar misschien dat wij hier naar boven kunnen komen. Nee, we kunnen niet naar boven komen. Is het serieus nu al een hidden blonkie verstopt hier ergens? Are you kidding me? Hé, we hebben een vuurbal. Are you kidding me, een vuurbal? Dat is letterlijk het laatste wat ik wilde vinden. Ik zit echt wel heel dat voor... Oh, daar is de hidden blok. Oh, en nog een vuurbal. Wat is dit voor waardeloos level? Hoe kan je nu al hidden blocks gaan verstoppen? Maar we hebben Link. The Legend of the Links. The Legend of the Unktijger. Oké, okay, maar nu heb ik mezelf opgesloten. Mag we zien dat wij in dit ding iets kunnen vinden? Oh, we kunnen wel een hele hoop opblazen. Zo te zien helemaal niks. En we konden sowieso niks daar doen, want er was verder niks. Oh, wacht, wat?
Ik weet al wat er was. Er waren daar blokjes bij die pijp die we kapot konden maken. We hadden gewoon terug moeten gaan. God damn it. Het is nou al geen goed level. Waarom zou ik mezelf moeten kunnen killen? Oké. Hier zat hij volgens mij. There we go. Oh, there's the fire flower. En we pakken hem. En we gaan weer terug. Ah, nog een fire flower ding. Ik noem het ook een fire flower, maar het is absoluut geen fire flower. There we go. Nou kunnen we hier doorheen. We kunnen ook wel de bom daarvoor kunnen gebruiken, maar... Oeh. We gonna kill them all, boys. We gonna kill them all. Hell yeah. Nice. Kunnen we hier doorheen? We kunnen hier zeker niet doorheen. We hebben wel een bouncertje die we even moeten verslaan. En hij zit heel erg dat hamers te gooien. Oh, oké. Okay, hij is geraakt door een... Oh. Nee! Niet mijn power-up pakken. Nee, niet opnieuw mijn... Hij pakt opnieuw mijn power-up. Kom hier. Hij is dood. Oh ja, yeah, ik heb het niet eens zelf gedaan. Het waren die spijkerballen die eruit kwamen die het gedaan hebben. Prima. Ik zat net zo lekker in de jam en dan gooi je zo'n bal op mijn hoofd. God damn it, mensen. Oké, er komt hier wat uit. Er komt helemaal niks uit. Really? Dat stukje vuur raakt me. And we back to the Link powers. Thanks for the power-uppies, jongens. Oh. Stop! Met mij raken! Zoveel shit! Oké, we gaan gewoon die ballen terugkaatsen, jongens. Kom maar, ballen. Yeah. Get wrecked, balls. Get wrecked, balls. Nee! And we running. We gaan gewoon door, jongens. Ik heb helemaal geen zin om al die dingen te killen. We just plowing through there. Oh, we zijn hier. Wat? Zijn we nou weer terug? Maar, huh? Was dat dan helemaal voor niks? Wat heb ik gemist? Oh, wacht, nee, tuurlijk niet. Ik heb de key. I got the key of victory. Ik zat al even te kijken van, huh, wat doe ik hier? Oké, okay, we zijn nu bovenop. We zijn hier bovenop. Ja. Oké, okay, we zouden eraf kunnen springen, maar ik denk dat de creator wil dat we in de blauwe pijp gaan. Dus dan gaan we ook maar gewoon in de blauwe pijp. Oh, we zijn bij een boom-boom stukje. Oh, nee. Oké, okay, kom hier, stinking. Hij is dood. Oh, ja. Yeah. We got him. Oh, oké. Okay. Ik wou zeggen, wat komt er hier verder nog? Maar we hadden wat bullet bills. But it doesn't matter. Want we hebben het volgende stukje gehaald. Oh, we zijn hier. Ah, oh, oké. Okay. Ik zou zeggen, is dit nou een soort van checkpoint of zo? Maar de P-deur zit toch dicht, dus het maakt niet heel veel uit. Let's go in here. Oh, dat is een grote. Oké, okay. Dat was heel goed, Joost. Heel goed. Great job. Oh, wat een lekker geluidje maakt dat ook, hè? Laten we doorgaan. We missen wel onze Link power-up nu. En dat vind ik een beetje verdrietig. Geef me een nieuwe... Waarom geef je me hier geen Link power-up? In elke game die ik tot nu toe heb moeten spelen... gaf je me een Link power-upje voor als het misging? Het ging mis. Het ging mis. Oké, okay, waar zijn we nu? We zijn nu weer hier. We hebben net de rode springende schildmakker gekild. Nou, nu zouden we hier dan eventueel weer een nieuw schildje of een nieuw zwaardje kunnen pakken, maar... Volgens mij niet, die lag er niet eens trouwens, want die hebben we natuurlijk al lang gepakt. Oké, okay, we hebben nu deze guy. Okay, laten we dit even proberen te overleven zonder de power-up te verliezen. That would be very nice. En dan kunnen we nu hier doorheen. Dan hebben we in ieder geval de Bowser fight nog, terwijl wij onze power-up hebben. Dat is wel heel leuk. Is dit Ganon nu? Oh, we hebben... Oké, okay, we hebben hier een rode... Pijp. Ik ga er gewoon in, weet je. Ik heb geen idee of ik een sleutel nodig had. Ik heb 100% sleutel nodig. Oké, okay, we gaan terug. Nee, ik wil gewoon niet Bowser killen. Ik heb niet eens een power-up om hem te bevechten. Hoe zou ik Bowser moeten killen? Waarschijnlijk moet het met zwaardmakkertje. Oké, okay, zullen we eens even kijken of het me nou gaat lukken om Bowser te verslaan? Als het goed is, wat ik zou kunnen doen, is ik zou inderdaad gewoon al zijn attacks kunnen blokken. Oké, okay, dit ging al fout. Ik wou al zijn attacks blokken en hem dan gewoon steken met mijn zwaard. Maar hij had instant gewoon mijn power weggehaald. En dan moeten we weer opnieuw. Oké, okay, ik wilde dus weer opnieuw beginnen, maar... Oh, ik ben erachter gekomen dat hier wat is. Oh, dit is gewoon dat J6 logo wat die gozer had gemaakt voor de thumbnail van het level. Oh, en hier is de boss fight met Bowser. Oké, okay, great. Wauw, nou dat... Okay, jongens, ik heb dus het level een beetje gecast, waardoor ik dus nu een extra sleutel heb. En daarmee kan ik dus zeg maar in één keer door naar de boss fight. Oh, dat is wel minder.
Het is wel minder dat ik daar alsnog mijn leven verloor. Maar ik zou dus in theorie... Zou ik dus Hiro in één keer naar boven kunnen. Zonder... Dat, oh, moet ik niet te veel gaan button fucken daar. Maar there we go. Hoppakee, nou hoef ik het Bowser niet te verslaan. There we go, we did the thing. En we hebben het level gehaald. Oeps. Wat ik nou eigenlijk had gedaan is... even een flashback hier editen naar wat ik gedaan had. Er is dus zeg maar zo'n moment dat je kon zwemmen in dat water. En dan kon je gewoon een heel stuk van het level kon je skippen. Daardoor heb ik zelfs nu ook een wereldrecord gehaald. Roderick, je moet eventjes een level checken. Anyways, dat was het voor deze week, jongens. We hebben maar 2 leveltjes gespeeld. Maar dit is ook gewoon weer een beetje een comeback episode van... Hey, Super Mario Maker 2 is weer terug. En nu gelijk ook de vraag aan jullie om lekker leveltjes te gaan maken voor mij. Wees creatief, wees origineel, maak wat cools. Gebruik de nieuwe update items zoals Link. En maak gewoon iets wat vet is, wat er mooi uitziet. Maak niet zomaar even snel een leveltje, stuur hem in. Maar maak hem wel gewoon perfect, weet je wel. Maak een level waarvan jij denkt, damn, dit is een nice leveltje. En stuur hem dan in. Ook al doe je er wat langer over, helemaal niet erg. Ik heb zin om jouw levels te gaan spelen. Laat ze achter in de reacties. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Geniet van 2020. En tot de volgende keer. Later.